Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe update. De energie-update van 18 tot 24 maart. Nu gaan we dadelijk eens even kijken, want het is deze week best wel het een en ander in het energetisch veld aan de hand. We hebben van 14 tot 20 maart bevindt namelijk de zon zich in de invloeden van de sfeer van Neptunus. En Neptunus is de planeet van verbonden voelen met de natuur en de mensheid om je heen. Eigenlijk het stukje liefhebben van alles om je heen. En denk dan aan empathie, maar ook anderen kunnen vergeven. Een stukje periode van inkeer, inspiratie, maar ook verdieping, verbinding. En het is ook wel de tijd voor meditatie. De periode om even terug naar je kern te gaan. En dat komt ook omdat jij misschien in de komende periode jezelf af gaat vragen: wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik in het leven? En daar zul jij graag antwoorden op willen ontvangen. Nu hebben we ook nog 20 tot en met 27 maart dat Venus contact maakt met Saturnus, maar ook met Jupiter. En Saturnus is de planeet van verantwoordelijkheid nemen. Jupiter is de planeet van geloof, vertrouwen, overvloed en groei. En dit zorgt er eigenlijk samen voor dat Saturnus voor die stabiliteit zorgt en Jupiter voor vertrouwen. Dus deze energie is de komende week best wel gunstig om te gaan ontdekken: wie ben ik eigenlijk, wat wil ik, hoe kan ik dit vormgeven. Nu hebben we ook nog dat er de lente-equinox aan zit te komen natuurlijk, hè, deze week ook nog. Periode van de komende 3 maanden wat dan in het energetisch veld actief zal zijn. Daar zal ik van de week even een video over online knallen. Maar we hebben ook nog op 21 en 22 maart een engelenpoortportaal. Dus het is deze week is het gewoon een moment. Wat intens kan zijn, waarbij je ascensieverschijnselen eventueel zult kunnen ontvangen, waarbij verschuiving plaats kan gaan vinden, waarbij verrassingen op je pad kunnen gaan komen, waarbij je het gevoel kunt hebben even van: ik ben mezelf even helemaal kwijt. Dus de energie kan van links naar rechts gaan knallen. Het enige wat ik zeg is: blijf je goed gronden, blijf je goed afschermen voor energie wat negatief is. Hier heb ik al vaker natuurlijk over gehad. Goed gronden natuurlijk. Gewoon visualiseren dat je je wortelchakra's de grond in knalt. En daar goed verankerd in moeder aarde. Allemaal die aspecten wat de komende periode mee gaat spelen. Want we hebben een periode gehad van vrouwelijke energie. En die lente-equinox zorgt ervoor dat de mannelijke energie weer aangeprikt gaat worden. Maar daar zal ik van de week even op terugkomen. We gaan gewoon beginnen. Ik heb de kaarten al geshuffeld en klaargelegd. We gaan kijken wat er deze week in het energetisch veld naar voren gaat komen. Voor mij persoonlijk is dit een spannende week. Een van mijn kinderen doet mee met de Nederlandse kampioenschappen op donderdag en vrijdag. Dus ik ben vrijdag de hele dag ook daar actief. Waarschijnlijk komt er dan daarom ook geen week-update van die week daarna. Wat er dan komen gaat, hè, vanaf 26 maart dan. Of ik wil het misschien combineren met een andere video of zo. Maar daar moet ik nog even kijken. Ik richt me even dan op mijn gezin. Vind ik even belangrijker dan als dat ik een video upload. We hebben ook nog de volle maan op 25 maart. Dus dat is echt net in die periode. Ja, die week daarna dan weer. Maar die is intens, hè. Die kan deze week ook al voelbaar zijn. Vooral omdat de maandverduistering eraan gekoppeld zit. Normaal voel je het een enkele dag van tevoren al. 2, 3, 4 dagen van tevoren. Maar deze kun je misschien echt nu al gaan voelen. Dus ook dat speelt nog mee, lieve mensen. Er zullen mensen kunnen zijn die last gaan krijgen van hun keel. Misschien keelpijn, moeilijk dingen uit kunnen spreken, een benauwd gevoel kunnen krijgen. Mag ik hier iets mee? Ik krijg het namelijk door. Mag ik hier iets mee? Ga je eigen waarheid spreken. En dan zul je de blokkering op jouw keelchakra verminderen. Dus dicht bij jezelf blijven, jouw pad blijven bewandelen. Niet in het pad van een ander blijven lopen. andere waarheden niet gaan geloven. Voel intern wat jouw waarheid is. Dat kan ook te maken hebben met het stukje van wie ben ik eigenlijk. Dat anderen misschien een bepaalde projectie naar jou doen. Terwijl jij dat zo intern niet voelt. Maar dat je daar dan maar in meegaat. Voel echt eventjes aan wat voor jou belangrijk is. Wie ben jij? Wat wil jij? Wat mag jij? Schrijf dit desnoods op. Dat je het ook kunt kracht bijzetten. Zullen we het daar even op houden? Kracht bijzetten. We krijgen onderkant dek Protection Guardian. Drop your shield. Dus laat jouw schild vallen. Ga je waarheid spreken. Blijf dicht bij jezelf. Al die blauwe groene chakras. Hè? Dus de hogere chakras zijn in de activatie dan. Heb ik er nou twee? Ja. Oké. Dus even kijken wat we er nog bij krijgen. We hebben de Fire Guardian. En Nigel Passion. Dus volg je echt je passie. Hè? Ga dingen doen waar jij blij van wordt. En Animal Guardian. Trust your instincts. Blijf je gevoel volgen. Innerlijke wijsheid heb je al, hè? Je krijgt ook veel door vanuit jouw gidsen, jouw dierbare overledenen, jouw totemdieren. Het voelt voor mij echt zo'n warme deken om je heen. Net dat er iemand zo'n deken om je heen legt van oké, wij bewaken jou. Het is nu aan jou om wel in te gaan voelen waar jouw passie zit, wat jij fijn vindt, hoe jij dingen vorm kunt geven, waar jouw geloof in ligt, waar je vertrouwen nog in hebt. En nu kun je vertrouwen misschien geschaad zijn. Nu kan het dus misschien ook aanvoelen dat het intens zal zijn. Maar het is wel de tijd om die verdieping te gaan creëren in jezelf. Om de balans vooral in jezelf te voelen. En niet een balans wat vanuit buiten jou geprojecteerd wordt naar jou. Hoe jouw balans er voor hun misschien uit dient te zien. Nee, echt vanuit jouw innerlijke zelf. Lacht hij net ook al zo? Ik dacht dat ik hem netjes had gelegd. Geen idee. We krijgen de 2 van staven. De page van zwaarden. Oké. 9 van staaf of zwaarden op kop. Je gaat dus wel verder. Kijk eens. Nou, dit is echt een hele mooie legging. Ridder van munten. 5 van staaf op kop. Nieuwe harmonie. Overwegingen. Je bent dus wel echt nieuwsgierig. Je krijgt boodschappen door. Je gaat ontdekken waar jouw passie ligt. Die innerlijke vraag stellen. Hè? Wie ben ik eigenlijk? Je gaat er antwoord op krijgen. Oh, deze wil er ook uit. Die nemen we dan ook even mee. Oké. We krijgen de koningin van bekers erbij. We krijgen de aas van staven erbij. En kijk eens, de aas van bekers. Nou... En dit hoeft niet gelijk op het romantische vlak te zijn. Hè? Dit is ook echt jouw innerlijke vlammetje die gaat branden. Jouw innerlijke kennis die je op gaat doen. Bepaalde barrières los gaat koppelen. Waarbij jij verder gaat. Het einde van een crisis. Want dat zien we met de 9 van zwaarden op kop. Een eind van een bepaald proces. En nu hebben we natuurlijk echt wel het voordeel van die energie. Stromingen, wat we dus met zich mee gaan nemen, wat we mee kunnen nemen. Een bepaalde stabiliteit weer opbouwen. Het is wat langzamer. Je bent misschien wat langzamer aan het gaan als wat je zelf zou willen. Maar je blijft er hard voor werken. Je blijft die schouders eronder zetten. En daardoor zul je ook zien van oké, ik had eerst conflicten in mezelf zitten. En nu voelt het als een bepaalde harmonie. Ik herken wie ik ben. Ik ontdek wie ik ben. Ik heb de ambitie. Ik ga mijn passie achterna. En ik durf het uit te spreken. Een stukje heling is daar onderdeel van. Want weer speelt mijn keelchakra op. Ik voel het ook echt een beetje als... net of dat iemand je keel dicht wil knijpen. Of dat jij je stem niet mag laten klinken. Maar... Dat ga jij echt wel doen. Je gaat echt wel je passie volgen. Ondanks dat anderen misschien zoiets hebben van ja, dat gaat niet gebeuren. Jij mag dat niet doen. Zeker wel. Ik zie hier een hele mooie stroming. Een stroming waarbij je aan jezelf denkt, voor jezelf kiest, bepaalde kennis opdoet. En met die kennis die je tot je hebt genomen ook bepaalde stappen zet. Maar ook dus beslissingen al eerder hebt genomen. En dat is... gekoppeld, beslissingen die zijn gekoppeld aan een pijnlijk stuk in jouw hartchakra. Nu voelt het voor mij dat het echt wel een groot deel van de mensen die op dit moment aan het kijken is, dat dit een punt is wat al best wel verzacht is. En met verzacht bedoel ik dat die schaduw in jouw hartchakra al getransporteerd is naar het licht, waardoor het niet meer zo zwaar ligt op je hart als wat het voorheen was. Dus je hebt al elementen omgezet, omgebogen en ontlast, om het een woord te geven. En ontlast, kijk, we krijgen de 10 van zwanen erbij. En in dit dek vind ik het altijd als een hele luchtige kaart. Want met de 10 van zwanen in een normale tarotdek, dan zie je een persoon op de grond liggen met 10 zwaarden in de rug. Maar toch doet hij dat teken van... dankbaarheid, bevrijdbaarheid, noem maar op. Hier heb jij niks om je heen, geen zwaarde te zien. Je hebt af en toe misschien wat donkere momenten nog boven je hangen. En dat is met een bepaalde saboterende energie die naar jou toe geprojecteerd wordt. Omdat anderen iets misschien niet leuk vinden dat jij bent gaan doen. Op welke richting jij uit aan het stippelen bent. Maar jij hebt niet met een ander te maken. Je hebt met je eigen zielspad te maken waar jij gelukkig van wordt. En daar... het belast jou niet meer. Jij hebt de horizon verbreed. Je hebt de kennis opgedaan. Je bent hier lerende in. Dus het is wel zo dat jij af en toe misschien nog even je neus zult stoten. Of dat je het gevoel hebt dat je weer onzeker wordt. Blijf communiceren. Blijf echt communiceren. Op elk moment. Vanuit elk aspect. Met wie je dan ook te maken hebt. Blijf dicht bij jezelf. Want dan kun jij die switch gaan maken. Dan kun jij die verandering plaats gaan vinden. Het is eigenlijk een dubbeltje op zijn kant. Valt hij links of op de kop of valt hij op de munt? En dat is dus eigenlijk nu wat er gaat komen. Val je in het oude patroon of val je in het nieuwe stukje? Je wordt beschermd, je wordt begeleid. Je krijgt die passievolle energie weer in jouzelf. En als je dit gaat ervaren, zul jij het naar de juiste richting laten stromen. Onderkant dek, de wereldkaart. Dus toch die compleetheid, hè? die wensvervulling, het stukje les leren uit een oud patroon, het les leren die hier ligt, heeft ervoor gezorgd dat jij een bepaalde doorbraak hebt gecreëerd. Ik struikel een beetje over mijn woorden en nu is het nog geen Mercurius retrograde. Dat start dus 1 april pas, maar ik merk het nu wel al. Het is wel al in het energetisch veld dat het al aan het sluipen is. Dat de energie al 2 weken ervoor voelbaar is. Dus sorry als je denkt van nou ja, wat brabbelt ze nou? Ik voel de energie van de Mercurius ook al. Vooral omdat ik vooruit intap nu ook op de komende week. En daar speelt het nog een grotere rol. Dus daar kun jij ook meer last van hebben. Daarom speelt misschien ook die keelchakra op. Dat ook met bepaalde woorden te maken heeft. Dat je lastig vindt je te uiten. En dat die Mercurius retrograde er nog extra beladenheid op aanbrengt. Dus wacht dan af en toe even voordat je iets uitspreekt. Maar probeer het dan ook even in je hoofd al een keer voorbij te laten gaan. En als je dan zoiets hebt van ja, dit is echt wat ik wil zeggen, zeg het dan op dat moment. Want het voelt namelijk voor mij dat er mensen bij zijn die op dit moment zullen kijken. En dat zal niet met iedereen te maken hebben. Maar dat jij in een situatie gaat komen dat je een beetje met de rug tegen de muur aan wordt gezet. En dat je je eigen probeert te verwoorden. Maar dat daar een bepaalde blokkering in komt, waardoor jij niet uit wat je werkelijk wil zeggen. Of het komt niet over zoals jij het bedoelt. En dat ze een lachje met jou hebben eigenlijk. Dat ze je een beetje in de zeik aan het nemen zijn of zo. Maar jij trekt aan het langste eind. Dus het is wel zo dat Ondanks dat dit nu allemaal speelt, je weet om te gaan met de energie die er ook komen gaat, ook de komende periode. En daar doe jij jouw voordeel mee. En dan zul je ook merken dat eigenlijk alles wat er nu speelt, jou triggert om jouw uniek zelf te worden. Jou triggert om te leren ontdekken van wie ben ik eigenlijk. Schrijf het ook op. Schrijf op wie ben ik, of wat voel ik, wat ervaar ik. Dat allemaal naar voren komen. Hè? Voor sommigen kan het zijn dat jij de komende periode ook een cursus of een verandering plaats laat vinden. In de zin van dat je misschien leert hoe kan ik mijn eigen beter verwoorden. Dat je krachtiger komt te staan. Een beetje zo'n weerbaarheidstraining wellicht. Misschien heb je dat via jouw werk. Misschien doe jij dat via een andere methode. Het voelt voor mij dat je krachtiger gaat staan. Dat je er meer staat als persoon. Dat jij niet meer over je heen laat lopen. En voor sommigen kan dat dan toch betekenen dat je misschien een cursus gaat volgen. Of een onderdeel van opleidingen wat je hebt waar dat aan gekoppeld is. En dit zorgt er ook voor dat jij meer uit je hoofd gaat. Dat je echt vanuit jouw gevoel gaat ervaren wat er allemaal speelt. We krijgen de 10 van zwaarden of staven op kop. Het stukje vrijheid weer. Het stukje loslaten. Niet meer al die belastbaarheid met je meenemen. Maar juist loskoppelen. En vanuit daar naar die verlichting gaan. Nieuwe start, nieuwe lessen. En er staan. Jij hoeft niet meer over je heen te laten lopen. Anderen hoeven niet meer een loopje met je te nemen. Nee, jij staat in je kracht. Jij weet wat je dan kunt doen. Je weet hoe je kunt handelen. En niet vanuit een bepaalde pijnlijke emotie. Nee, gewoon echt vanuit een serene rust. Daardoor zul je andere mensen eerder op hun plaats terugzetten. Want ze vinden het alleen maar leuk als ze jou uit de tent kunnen lokken. Als bepaalde emoties naar boven komen. Of dat je boos of verdrietig wordt. Of ongemakkelijk. Maar ik zie een heel krachtig persoon de komende periode. Waarbij jij een bepaalde stabiliteit hebt. Een vuur in jou om ook die stabiliteit neer te zetten. Jouw gevoel echt te blijven volgen. Onderkant dek krijgen we de 10 van bekers. Ze zeggen de hele tijd, kijk onderkant dek, onderkant dek. Hier. Nou, hier, bam. Ik leg hem even neer. Hier, dit is toch wat we willen. Gaan we ons balans vinden? Weten we waar we naartoe mogen? Welke stappen we kunnen zetten? Dicht bij onszelf blijven. Het stukje zelfreflectie daarin meenemen. En we zitten in onze eigen stroming in balans. En we gaan lekker mee op die energiestroom. We gaan oude patronen doorbreken. We laten oude last los. We krijgen er eigenlijk een stukje vrijheid ervoor terug. En dan zul je merken, ik ga richting die 10 van bekers. Een stukje die wensvervulling, harmonie in mezelf. Maar ook de tijd voor die divine connection. We hebben hier een powerkoppeltje liggen. Iemand die emotioneel echt wel met elkaar kunnen connecten. Maar ben er wel van bewust, dit kan pas gebeuren als jij ook je hart helemaal geheeld hebt. Nu, wat ik hier op tafel heb liggen, heb ik het wel echt over een divine counterpartner. Hè? Echt in het hogere segment een verbinding krijgen met iemand. Die hogere intensiteit van verbinding kan dus ook pas tot stand komen als je zelf ook die opschoning in jouw systeem hebt gedaan. Heb je dat gedaan, dan kan het heel snel zijn en dan kan er een liefdesbeker aangeboden gaan worden. Kreeftenergie kun je mee te maken hebben. Ik zie hier veel waterelementen. Dus kan dus echt wel met een kreeft, schorpioen of vissen te maken hebben. Hoeft niet per se in hun zonteken te zijn. Kan ook in een ander deel van hun geboortehoroscoop zijn. Afsluitende periode is luchtenergie. Hè? Dus dat heb je daar ook afgesloten. Het kan te maken hebben met een waterman, weegschaal of tweeling. Misschien heb jij dit in jouw chart zelf zitten. Of vice versa. Maar het voelt voor mij echt dat jij een doorbraak gaat creëren. Dat jij die vernieuwing op gaat pakken. Waarbij jij zoiets hebt van oké, ik herken mezelf niet helemaal meer. Je bent stap voor stap aan het veranderen. Andere mensen zien het. En als jij dit gaat evalueren. Of anderen evalueren met jou. Van ik herken jou niet meer terug. In jouw doen of laten. Of ik zie een verandering. En pas op het moment als mensen het terug gaan koppelen naar jou. Dan heb je zoiets van. Huh? Oh ja, dat had ik zelf eigenlijk nog niet zo ervaren. Dan zie je pas hoeveel puzzelstukjes je al nieuw neer hebt gelegd op dat nieuwe pad waar je aan het bewandelen bent. Maar we pakken er nog eens even wat kaarten bij. Oké. We krijgen de 10 van zwaarden. Ik leg dit heel even hier neer. 10 van zwaarden. We krijgen de page van zwaarden. 2 van staven op kop. En de koning van munten. Lieve mensen. Mocht jij op dit moment nog in een relatie zitten. Of ben je er al uitgestapt. Of wat dan ook. Of gaat dit nog komen? Of vraag je je eigen af, zit ik wel in een gezonde situatie? Of ik heb het dan niet over de verbindingen die echt in balans zijn. Wat een zuivere, mooie, prachtige energie is als je in een relatie zit. Hè? Hoeft niet per se een romantische relatie te zijn. Kan ook vriendschap zijn of werkrelatie. Maar we krijgen weer die 10 van zwaarden die hier... Dit is eigenlijk ook een beetje de 10 van zwaarden wat een beetje neerkomt uit de normale tarot. Die belastbaarheid, die intensiteit. Dit is waar je uit bent gekomen. En dit is dus waarbij jij nieuwe inzichten hebt gekregen waar je naartoe mag gaan. We krijgen onderkant dek de aas van staven. Dus het is echt wel zo van oké, ik ga een nieuwe stabiliteit vinden voor mezelf. Dit voelt namelijk als jouw eigen energie. Je hebt best wel strubbels gehad hoe jij je pad vorm kon gaan geven. Waarbij je soms ook beslissingen niet durfde te maken. Of dat je ze niet zag dat ze gemaakt mochten worden. Maar als jij in je stabiele energie staat, dan kan deze persoon naar je toe komen. Dus het heeft echt met het stukje herstel en heling te maken. Waarbij je dus ook echt merkt van oké, als ik dit allemaal neer ga zetten en ga verwerken, dan kan mijn zon weer gaan schijnen. Dan kan ik weer ontvangen en openstaan. Maar voor het stukje dat je kunt gaan ontvangen is dus eerst nog wat werk te verrichten voordat dat ook allemaal mogelijk is. Stel dat je in een gezonde relatie zit, kan het ook zomaar zijn dat er iemand naar je toe gaat komen waarbij je een hele fijne zakelijke verbinding hebt of een vriendschap. En het hoeft echt niet per se man-vrouw situatie te zijn, kan ook dezelfde gender zijn of wat dan ook. Dus pin je eigenlijk niet te veel vast aan de plaatjes die hier liggen. Wensen gaan uitkomen, stromingen zijn bepaald. Door jouw heling krijg je dus de beloning. We krijgen bij de 10 van munten krijgen we nog de 10 van... Of de 10 van bekers krijgen we de 10 van munten bij. En de lovers. Nou ja, mocht je dus in een relatie zitten die dus onzuiver is of je bent eruit gestapt, dan kan er dus wel in het energetisch veld weer een beschuiving plaats gaan vinden voor een echte connectie. Hè? Die divine counterpartner. Mocht jij als single kijken, dan kan het dus zijn als jij aan je pijnstuk hebt gewerkt, dat er een hele snelle vooruitgang zit, dat je gemanifesteerde wensen ook uit gaan komen, waarbij eigenlijk alles in balans is, waarbij je dus die stabiliteit hebt. Voor sommigen zelfs een commitment op, ik zal eens even mijn lamp een beetje anders zetten, een commitment op huwelijksvlak, dat je misschien nog zelfs gaat trouwen of wat dan ook. Dus een hele intense reading. Maar wel een hele mooie voor deze week. En dan zal het natuurlijk niet zijn dat deze week in één keer iedereen ten huwelijk gevraagd wordt. Al moet ik zeggen dat de energie van deze week wel heel gunstig is om, als je gaat trouwen deze week, om te trouwen. Die geeft heel veel stabiliteit mee. En dat heeft vooral met het stukje Venus te maken, dat hij in contact staat met Saturnus en met Jupiter. En vooral het stukje met Jupiter. Stukje vertrouwen, Saturnus, het stukje stabiliteit. Dus dat is wel een belangrijke toevoeging wat ik nog even mee wil geven. Stel dat je iemand leert kennen in deze periode, kan het ook zomaar zijn dat dit dus in een lange termijn verbinding echt ook die commitment met het stukje trouwen daarin meegenomen wordt. Hè? Als laatste heb ik een affirmatiekaartje. Ik richt mijn aandacht op de zon, zo valt de schaduw achter mij. Nou, we zagen zojuist ook al de zonkaart natuurlijk naar voren komen. Die heb ik volgens mij niet op tafel gelegd. Maar dit is wel een hele mooie bevestiging en afsluiting van deze opname. Ik hoop dat dit iets voor jou kan betekenen, dat dit jouw tijdlijn is. Laat vooral een berichtje of een like achter, mocht dit zo zijn. Dankjewel voor alle lieve reacties die ik altijd mag ontvangen. Maar ook heel erg bedankt voor de donaties die ik heb mogen vangen. Nu weet ik niet precies van wie het allemaal afkomstig is. Dus bij deze wil ik het even gewoon in zijn totaliteit melden. Dankjewel daarvoor, super lief. Ik wens jullie een hele mooie week toe en tot de volgende video. Doei doei!